Hey jongens, het zijn natuurlijk een beetje de virtual reality week. En dat heeft alles te maken met de lancering van PlayStation VR. De komende week verschijnen nog heel veel reviews. En we hebben Batman Arkham VR op videovorm gedaan. Alles komt sowieso geschreven. Maar we gaan ook Drive Club VR van een video review voorzien, want ik had veel vragen aan Daan. Oh, mooi. Ja, dus ik moet even. Ja, dus ik vroeg me wat dingen af. Waarom? Ja, waarom? Ja, nee, Drive Club VR heeft namelijk best wel een soort van dingetje. Er zijn best wel veel klachten online. En ja, je hebt de game goed beoordeeld. Ja. 7,5, hè? Klopt. En dat maakte dat ik me afvroeg van hoe persoonlijk is dat VR dan wel niet? Want er zijn echt mensen die worden echt heel erg misselijk van die game. Ja, maar ik vind niet dat je... Omdat jij zo'n Mogol bent dat je misselijk wordt? Nee, ja, ik vind niet dat je elke game mag afbranden op misselijkheid of op duizeligheid. Want dan kan ik 6 van de 9 games die ik heb gereviewd wel een lager cijfer geven, omdat ik misselijk word. Dus ja? Inderdaad, ja, goed, ja. Ja, het is persoonlijk, maar dan eigenlijk is elke game toch persoonlijk? Ja, dat is ook zo. Ik val je ook niet aan. Ik vraag alleen waarom dat komt. Waarom jij niet... Maar jij wordt niet misselijk van Drive Club dus? Ja, third person had ik op een gegeven moment wel zoiets van, oh, ik moet op gaan passen of moet eigenlijk terug naar first person. Want in first person had ik bijna niet het idee dat ik... Nee, er gebeurde bijna iets raars. Oké. Okay. Nee, want ik heb het thuis ook gespeeld. Ik heb ook nergens last van met Drive Club nee, VR. Nee, dus daarom vind ik het... Ik snap je punt. En daarom vind ik het inderdaad ook moeilijk van... Ja, moet ik het nou wel of niet in mijn review meenemen? Ja, dat klopt. Heb je ook gezegd. Maar ja, om het daar nou voor af te branden... Ja, het is een beetje persoonlijk. Dus heel veel mensen worden van Batman weer niet misselijk. En misschien word ik wel weer misselijk, weet je wel. Van Batman wordt niemand misselijk. Dat is nou, de perfect gemaakte game. Precies, ja. Maar goed, jongens, de Drive Club VR... Drive Club heeft een niet zo hele goede historie. Zij is een free-to-play game worden. Is het ook geworden, maar was heel slecht. Een betaalde versie is er ook gekomen. Was niet zo goed. Studio is inmiddels ontslagen. Behalve een paar mensen, want die zijn aan de slag en we Drive Club VR. Ja. Is het een volledige game? Gaan we een soort storyline doen of is het gewoon races doen? Of... Je krijgt een volledig nieuwe tour. Ja. Dus het is gewoon een soort toernooi of competitie. Ja, je hebt het concept van Drive Club. Het is eigenlijk precies hetzelfde als Drive Club. Je hebt, elk toertje, zeg maar, dan moet je 3 sterren verdienen. En dat kunnen 2 of 3 races zijn. Dan moet je een bepaalde rondetijd halen. Of je moet een bepaalde driftscore halen. Of je moet een bepaalde topsnelheid halen. Nou, en als je genoeg sterren verdient, dan kun je uiteindelijk... De laatste doen, dan moet je dan weer 9 sterren voor verdienen. Ja. Ja, en dan ga je zo steeds verder. Dus dat concept, dat blijft. Maar het is volledig nieuw voor Drive Club VR. Ja, want precies. In normale Drive Club begon je in golfjes en minis. Terwijl in Drive Club VR begin je al met vrij snel met BMW's en Mercedes'en en met Aston Martin's en zo. Oké, dat is vet. Maar hoe rijdt het? Want jij zit natuurlijk in virtual reality. Het is niet helemaal zo scherp als dat je zou hopen misschien. Vind je dit? Nee, de voertuigen zijn wel echt behoorlijk van detail. Het is in de detail. Verte, hè? In de verte is het... Ik had heel erg het idee van ik zit zonder bril te rijden. En dat is heel erg jammer, want Drive Club rijdt wel fantastisch. Het is wat meer arcade dan de normale Drive Club. Ja. Heb je met je instelling gekloot? Want in het begin remt hij heel erg met je mee namelijk. Ja, klopt ja. Ja, als je dat aanpast, dan rijdt het gewoon... natuurlijk moet je weer even wennen, maar uiteindelijk is het wel een stuk beter. Het voelde vooral dat first person... Het was jammer dat je geen lichaam hebt, maar alleen handen. Maar ik had echt zoiets van, wat vet, ik kan in mijn spiegels kijken waar mijn tegenstanders zitten. Je kan je snelheid kun je bij heel veel auto's goed zien. Ik vond het makkelijker dan echt rijden. Ja. Je kan meer de bocht in kijken. Klopt ja. En je voelt alleen wel minder. Ik heb bijvoorbeeld bij de driftracers heb ik wel third person gedaan. Omdat je dan echt de auto ziet driften. Dus dan weet je hoe je moet anticiperen. In first person lukte mij dat amper. Maar de normale races heb ik echt veelal in first person gedaan. Dat het was even wennen, maar het voelde zo goed aan. Ja, zeker omdat je alle kanten op kon kijken. En als jij iemand in ging halen, dan keek ik gewoon nog even opzij. En dan begon ik te lachen. Zo van, ah, vet. Het is echt een... Ja, het gevoel van autorijden had ik best wel. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Dat had ik ook. Ik was heel blij met Drive Club VR. Het is in de verte wat blurry, maar de races gaan zo snel ook. Dus dat ook, ik stoorde me eigenlijk geen moment aan.
Nou ja, ik eigenlijk dus wel redelijk. Want ik had juist zoiets van, ik wil verder de bochten inkijken, ik wil de baan zien. Maar dat werd wel belemmerd door een bepaalde, ja, waas. Blurriness, ja. Blurriness. En dat vond ik wel heel erg jammer, want de auto's waren wel heel erg gedetailleerd. Klopt, ja. Maar ja, misschien waren de omgevingen dan toch nog te groot om een bepaalde kwaliteit af te leveren. Duidelijk. Dankjewel. Als je alles wil weten over DriveClip VR, check ook de geschreven review van Daniel. En we gaan snel weer door naar de volgende VR-titel, want we hebben het maar druk ermee. Echt, hè? Vooral jij.